Ik ben zo selfish. We hebben verzopen. Julia is boos op mij. Goedemorgen. Het is vandaag maandag. En ik ben vlog aan het editen. Ik ben bijna klaar. Stef is aan het leren voor school. Allebei productief bezig. En ik heb dit binnengekregen. Dus. Ben ik productief. Protein of eiwitshake. Hij is even in deze doos gaan zitten, maar deze doos was wel zo klein. Dus ik, Stef is nu naar zijn werk en ik ga daar zo sporten, maar ik wilde eerst nog wat eten. En ik ga nu even kijken of mijn vlog online staat. Of in ieder geval of die goed is ingeladen. Als een nacht verdwijnt. Verwerkt, hoe laat is het nu? 2 uur, het is vandaag 26 maart. Ja. Dit is echt schattig, kijk. Lekker smoothietje, lekker lekker, want ik ga zo sporten als het goed is. Zo, alles voor mijn vlog is gefixt. Ik leg nu nog even een paar seconden mijn telefoon aan de lader. Ik ben echt een beetje ziekig, man. Ik weet niet wat het is, maar... Ik heb ook echt keelpijn. Alweer, gewoon. Maar Stef was zo verkouden en die had dus in het weekend mee geslapen. Dus ja, die heeft me gewoon helemaal aangestoken. Die had echt, op een gegeven moment was hij verkouden, toen werd ik wakker. Toen dacht ik echt, nee. Ik heb me helemaal aangestoken. Maar, so be it. Ik denk dat ik optredens verder wil redden en zo. Ik ga nu mijn schoenen aandoen, zet aan en dan ga ik lekker naar sportschool. Hoi, het is vandaag dinsdag. Ik wilde eigenlijk bijna goedemorgen zeggen, maar het is... Heb je hand omhoog? Nee. Oké. Okay. Ik doe het bij mijn hand omhoog, gewoon vlogs. Het is 5:05, dus wij gaan even naar het dorp en eten halen, want we gaan koken vandaag voor mijn ouders. En ja. Waar zit het plat? Oh ja, ik had vandaag een Meiden Magazine interview eigenlijk. Maar dat ging niet door omdat Lisa van Meiden Magazine, ik weet niet of jullie kennen, misschien wel. Die kon niet naar de... Nee, die kon niet naar de kantoor komen. Dus dat wordt even verzet. Soepie, en nu gaan we het pureren. We hebben een lekker soepie gemaakt. Pompoensoep. En ik doe dat geitenkaas in. Wij gaan lekker eten. Hij is niet scherp. Eet makkelijk. Smakelijk. Goedemorgen. Ik heb ontbijt gemaakt. Yoghurt met krusli. Ik weet niet wat er met me is. Maar ik heb het wel eens over dat ik heel moe ben. Alleen ik kon wel altijd gewoon wakker worden en mijn ding doen. Nu kan ik gewoon niet wakker worden. De wekker gaat. En ik val gewoon weer in slaap. Ik vind het raar. Ik heb dat echt nog nooit. Waar is dat zo'n spring? Ik weet niet waar dat spring is. Zo, ik heb gedoucht en ik heb al deels van mijn outfit aan. Gedeelte. Ik doe dit aan, broek van Coquette. Dit is gewoon een basic wit shirtje. En dan... Oh, muziek staat nog wel zwart aan. Maar, en dan doe ik een leger printjasje eroverheen. Nu ga ik even mijn haar krullen en daarna make-up doen. Ik ben altijd toch weer teleurgesteld als dan zo'n wagen weggaat met de pakketjes. Die dus niet voor mij waren. Dan denk ik altijd, jammer.
Ik heb nu een beetje make-up gedaan. Ik weet nog niet zo goed wat ik ervan vind. Ik vind het op zich wel mooi, maar ik weet niet of ik voor Club Hub misschien iets meer op moet doen of juist minder. En ik weet ook niet of ik een staartje in wil of juist los haar. Maar ik ga zo waarschijnlijk even met mama naar het dorp nog voor gaan. Dus ik heb nog geen zin om al make-up helemaal goed te doen. Er was een tijd dat ik gewoon elke dag foundation droeg naar school en zo. Dat is echt bizar. Ik kan me dat echt niet meer voorstellen. Echt zonde ook van mijn huid. Ik raad echt iedereen aan dat niet te doen. Draag gewoon concealer. Make-upie zit erop. Ik ga nu nog eventjes kijken of ik mijn andere ringen kan vinden. Ik kan die niet even niet meer vinden, die ik dus laatst heb gekregen. En dan gaan we denk ik over een half uurtje vertrekken naar Hilversum. Het is in het NOS gebouw, dus dat is leuk. Ik ben ondertussen allemaal dingen aan het doen, dus ik weet niet of ik mezelf goed film. Kijk, dit is mijn make-up lookje vandaag geworden. Dit is mijn outfit. Dus, ik heb er zin in. Ik vind het wel doodspannend. Want het blijft toch BNN. En dan kijk je toch altijd een beetje tegenop, tenminste dat heb ik. Maar wie ben ik? Dus ja, ik ben super zenuwachtig. Ik doe nog even een spray op mijn gezicht. Dat het lang blijft zitten. Ah, oh, topje als buiten je haar. Zo. Nu even mijn ringen zoeken. Je moet komen. Ik moet nog steeds de plantjes halen, maar ik kan de kop niet schoonmaken, want ik moet werken. Ik ben zo selfish. Die ook klaar is voor de show is Julia van Bergen. Ze zit hier haar laatste poedertjes bij te werken en wij duiken zo met jou een biechtop in. Dat niet alleen, je gaat ook nog voor ons optreden. Je nieuwste nummer Selfish. Heb je er zin in? Dat is mooi. En mocht je nou denken, wie is deze prachtige blondine? Kijk even mee. Kom. 25 seconden.
Ik ben er weer. Club Buff was echt super leuk. Ik heb echt vet veel leuke dingen gedaan. Leuke mensen ontmoet. Het was super gezellig. Hele chille sfeer. Ik ben echt super moe. Tenminste, nu valt het warm mee. Maar toen ik thuis kwam was ik super moe. Dus ik ben niet meer gaan sporten wat ik eigenlijk van plan was. Zou ik praten zo snel. Ik lig nu in bed eigenlijk. Ik heb een shirt van Stef aan. Dat is wel grappig. Ik had dus over dat plantje gezegd dat ik hem te weinig water had gegeven. In ieder geval dat ik hem al dood laten gaan. Dus wij gingen die plantjes weggooien. Tenminste, eentje weggooien. Andere viel nog te redden. Ik zeg, papa, jij hebt gewoon verzopen. Ik zeg, maar ik heb ze toch te weinig water gegeven. Want Stef zei helemaal, ja, je hebt ze helemaal niet goed verzorgd. Dit en dat. Wat hij aan het begin tegen mij zei. Toen ik ze net had. Je moet ze elke dag 2 keer water geven. Dus ik heb dat gedaan. Bleek uiteindelijk dat ik dus mijn plantjes heb verzopen. Dus het is wel grappig, want hij werd dus helemaal... Hij was niet boos, maar hij zat helemaal zo van... Ja, maar ik heb je helemaal mooie plantjes gegeven om mijn schuld van aan te praten. En uiteindelijk heb ik zijn advies te veel opgevolgd. En heb ik ze nu verzopen. Dus eentje valt nog misschien te redden. Morgen weer een nieuwe dag dansen. En dan... ik heb al die kutplukjes hier. En eventjes een lang weekend. Ik heb het echt nodig. Ik ben zo moe. Welterusten. Goedemorgen, het is vandaag donderdag. Ik had vannacht echt een nachtmerrie. Ik heb net even mijn bed afgehaald. Ik ga nu lekker ontbijten en kijken of de Club Up aflevering online staat. Van gisteren, want ik wil je heel graag terugzien. Hey, ik heb de hele dag niet gevlogd eigenlijk. Ik weet niet man, gisteren heb ik wel veel gevlogd denk ik. En in het weekend kan ik misschien ook nog wel veel vloggen. Maar nu is het gewoon niet echt van gekomen. Wat ik nu ga doen is even mijn bed opmaken. Want die had ik verschoond. Ik zoek even bij de goed voor twee persoons bed. Bring that ass back like a boom 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 boom. Goedemorgen, mijn ontbijtje. Zo, ik heb me aangekleed en even opgemaakt. Ik ga nu... Wat is het? Kort over 11 bijna. Ik moet even een pakketje... Voor een pakketje. Ik ga mijn moeder de werk langs brengen, maar mijn moeder die zit zeg maar naast ons huis. En dan ga ik naar Milo, want dan gaan we even wat drinken zetten. En ik neem mijn vlogcamera wel mee. Ik heb vandaag dit aan. Superleuk. En dit tasje om. Vet kut eigenlijk, want echt precies rond deze tijd gaat er zo meteen een pakketje bezorgd worden voor mij. Voor een paar leuke items voor de vakantie. Maar ik moet gewoon gaan. Want ik heb afgesproken, dus. Vind ik echt kut. Maar ja. Oh ja, kijk. Creatie van Stef en mij. Tada. Ik ben thuis en ik heb een pakketje binnengekregen. En als het goed is, komt Stef zo aan. Het is echt chill, want we wonen zo dicht bij elkaar dat ik gewoon kan zeggen, ik ga nu weg van het dorp. En dan is hij binnen 5 minuten bij mij. Dus dat is echt fucking chill. Het is echt 5 minuten fietsen of zo. Het is trouwens super lekker weer. Misschien even van genieten vandaag of zo. Misschien dat we nog gaan sporten vandaag. Leg day. Ik wil hem eigenlijk filmen als hij aankomt fietsen. Dat is grappig. Echt helemaal mijn kut was. Ik heb ook een bikini topje gekocht. Want ik had echt super lang, echt sinds 2014 al of zo. Had ik een wit bikini topje van de H&M. En die heb ik echt al 4 jaar lang eens gedragen. Is nu ook wat te klein geworden, maar paste nog net, weet je wel. En de touwtjes waren uitgelubberd. Dus ik heb een nieuw wit topje besteld. You. Kom. Julia is boos op mij. Het is tijd om buiten te zitten, want het is lekker weer. Yeah. Oeh, eten. Tzatziki, sla. Ja. Ik wil wel leuk om met tzatziki, ja? Stefan? Ja? Eén makkelijk zeggen? Nee. Oh, poepjes. Geiten stinken wel altijd. Nee. Lijkt een beetje op waar ik een relatie mee heb. Nee.
Dit is echt genieten, jongens. Wat wonen we toch in een mooi dorp. Zal ik het nog? Dit is echt genieten, jongen. Oh. Oh, mooi. Oh. Dat doe ik er gewoon in, hè? Ja, is goed. Stilo girl. Je weet zelf. Ja, heel gek. Goedemorgen, het is vandaag maandag, maar ik had helemaal niet de vlog afgesloten. Ik ga het zo meteen editen, dus ik hoop dat het een beetje een leuke vlog is geworden. Volgende week, of zeg maar de volgende vlog, morgen ga ik naar Kistel 20. Vandaag heb ik een dagje met Tabs, dat zien jullie allemaal in mijn volgende vlog. En morgen komt de lyric video online van Selfish. Dus ik hoop dat jullie die ook weer gelukkig gaan vinden. Vergeet niet te abonneren, blijf volgen op Instagram en bedankt voor het kijken.